Hallo Ruben, bij welk club, begon je met voetballen? Ik begon bij SC Hoofddorp. Dat was een clubje, was bij mij dicht in de buurt. Nou, eigenlijk lieg ik, want ik begon bij SC Dios. Toen ik nog echt klein was. Maar toen vanaf daaruit hier reetjes ging naar Hoofddorp. En vanaf daaruit is naar Groningen gegaan. Voor welk club zou je nog ooit willen voetballen? Echt, mijn droom is om bij Liverpool te spelen. Dat is een van mijn dromen. Dus als dat kan gebeuren, of als ik dat kan behalen, dat wil ik nog maar. Dat ligt aan de toekomst hoe alles verloopt. Met welke speler zou je ooit nog willen voetballen? Welke speler? Ik denk echt een ervaren speler die best wel hoog staat in de ranking. Qua speelstijl en qua kwaliteit echt heel hoog is. En dan praat je echt over Champions League niveau. Het maakt mij niet echt uit welke speler het is, maar als ik maar op dat niveau kan komen en ik wil daar ook komen. Dus. En hoe lang voetbal je al? Hoe lang? Ik voetbal al vanaf mijn zevende jaar. Zevende jaar voetbal. Hoe voelde je toen je de eerste goal maakte voor het eerste helftal? Dat was een geweldig moment. Ik weet niet, ik pakte de bal af en scoorde. En ik had voor de wedstrijd in ieder geval het gesprek met een bedje, de verzorger. Ja, deze is het baan. Als ik die goal kan maken op 16 jaar leeftijd. Zo nog. Kijk, hoor je uit aan. Dat is natuurlijk. Lang maar nog. Ja, dat is wel eerder. Wat is een vrije tijd? Rustig. Ik weet het liggen. Niks doen. Waarom was je begonnen met voetbal? Waarom? Omdat ik het leuk vond. Ik keek vroeger altijd veel voetbal met mijn vader. Ja, dat is vroeger toen ik klaar was, ging ik altijd langs het veld. Ja, dan ga je automatisch ook voetbal zelf ook leuk vinden en dan ga je daar spelen. Vanaf daaruit is het uitgepakt. Wie vind je het grappigste van je team? Grappigste? Ja. Ik denk Kevin. Kevin of je hebt maximaal 6,5 minuten. Zou je niet voor zo bij of voor Nederland? Kijk, heb je ook een niveau op mijn Nederland. Dan weet je gewoon dat ik een aanwezig is. En mijn leeftijd, mijn lichting. Is dat natuurlijk heel veel niveau. En ik ken die boys ook. Dus voor mij is die keuze denk ik wel Nederlands. Ja, die kent voor mij niet, jongen.